straat van de buurt. En het ging zoals het gaat. Het idee is dat we dus beginnen bij Veghel Helmond. En daar hebben we al met wat mensen gesproken en gekeken. En daar is het natuurlijk totaal anders. Hè? Er is veel meer bedrijvigheid of industrie, hè, die er van oorsprong ook is. En ook veel met wat met eten te maken heeft. Ga je naar Weert, dan heb je weer een heel andere wereld. Omdat er zit ook een klooster wat heel belangrijk is voor Weert. En in Luik, dat is weer een ander verhaal, het Belgische verhaal. Schippers legden altijd aan, de brug bleef wel eens openstaan. Dat kleine kroegje bij de sluis, het was mijn leven, het was mijn thuis. Dat zijn oude foto's, geborduurd door de oudere huiskamer het Meijerke. Ja, dat is ook een vrouw die heeft bijvoorbeeld haar eigen huis geborduurd. En dan komen er toch ook allemaal herinneringen weer naar boven. En dat is natuurlijk prachtig in de tijd van haar eerste herinnering bijvoorbeeld. Van toen ze klein meisje was, dat ze naar boven werd meegenomen door haar ouders. Om naar buiten te kijken, naar de lichtjes. Want het was natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog donker geweest altijd. Dus dat had op haar grote indruk gemaakt. En dan 6 portretten van zes mensen die ook een geschiedenis, ook een verhaal hebben met de Zuid-Willemswaard. Ja, dat klopt. Die 6 portretten die heb ik geschilderd. Naar aanleiding eigenlijk van verhalen die we gefilmd hebben. Dus verhalen die mensen verteld hebben, zijn geselecteerde verhalen, want we hebben er natuurlijk heel veel verzameld. Maar dit waren de pareltjes en die geschilderde portretten, die hebben te maken met die film.